Onze nieuwsdienst brengt u deze week het gevoel van kerst, waarbij we op zoek gaan naar de mooie verhalen rond de kersttijd. In deze editie nemen we een kijkje in Benny's Christmas Palace. We naderen zo zoetjes aan het kerstfeest en veel mensen doen zoals elk jaar weer hun kerstinkopen. Dat is vooral te merken aan de drukte in het verkeer en in de winkels. Echter, bij Benny's Christmas Palace, een van de bekende winkelzaken voor kerstdecoratie, is er een dalende trend van klanten te merken. Assistentmanager Asha Hardayal zegt dat dit vooral de laatste 2 weken het geval is. In de maand november is het zo'n beetje gegaan. Maar de december, de tweede week, ziet u dat de mensen echt heel weinig inkopen doen. Ik denk dat het meer om de COVID-situatie ligt, want daarvoor was het iets minder, maar nu is het dan toegenomen en dan, daardoor komt het dat het wat minder drukte wordt. U ziet zelf, de winkel is leeg, we hebben echt heel weinig omloop in de dagen. De laatste 2 weken is het heel minder gegaan. Het lage bezoekersaantal heeft volgens Hardayal niet alleen te maken met de coronapandemie. Ook de afgenomen koopkracht speelt een belangrijke rol. Een van de weinige klanten die inkopen deed, vertelt hoe zij de kerstsfeer ervaart. In deze tijd echt druk, druk, druk. En we konden tot 10 uur draaien. Nu kunnen we maar tot 6 uur draaien. En nu is de omloop heel weinig. Het komt ook door, van vorig jaar was er maar geen COVID. Van het jaar hebben we COVID, dus ik denk dat het daardoor ook komt. En ook door de economische situatie. Neem aan dat mensen nu meer voeding kopen dan dat ze dan kerstspullen gaan kopen. Nou, toch niet, maar toch wel. Kijk, sowieso moet je dat voelen, want het is kerst. Het is de geboorte van Christus. Dus dan moeten we dat toch vieren. Maakt niet uit wat voor toestand we dan ook meemaken in het land of wereldwijd. Het is niet normaal dat het alles zo automatisch duur is geworden. Maar we proberen toch. Cindy Hassan, die samen met haar man kerstinkopen deed in Benny's Christmas Palace, was dat. De winkelzaak die kerstdecoratie aan de man brengt, merkt de laatste 2 weken een afname van klanten. De onderneming, die al 24 jaar bestaat, laat zich hierdoor echter niet uit het veld slaan.